Omroep Helmond. Altijd dichtbij. Van harte welkom bij de laatste Door de Zomer Heen. En wat hebben we vandaag zoal voor u in petto? Natuurlijk gaan we het hebben over die flitskasten. Die nieuwe digitale flitskasten die staan op de traverse waar u misschien ook al wel een bekeuring van hebt gehad. We hebben de kasteelpraat hier. We gaan een compilatie zien van het concert van vanavond. We waren ook bij de braderie in Mierlohout bij de kindervakantieweek. Kortom, voldoende reden om te blijven kijken naar Door de Zomer Heen, de laatste keer. Steeds meer plaatsen duiken digitale flitspalen op. Zo ook in Helmond. Het voordeel van die nieuwe kasten is dat ze, omdat ze digitaal zijn, het altijd doen en iedereen dus rustiger zou moeten rijden of netjes zou moeten stoppen voor rood. Dat is ook meteen het nadeel van die kasten, want steeds meer automobilisten krijgen een acceptgiro thuis. De gemeente Helmond krijgt vaak vragen over de boetes, maar zegt wij kunnen u niet helpen. De gemeente heeft de palen niet geplaatst en verdient niets aan de boetes. Dus heeft u een vraag over de boete, vindt u hem onterecht, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Justitieel Incassobureau, het CJIB. Overigens waarschuwt de gemeente ook voor nepboetes. Criminelen sturen onder de naam van het CJIB e-mails en dreigen met allerlei maatregelen als niet snel genoeg een geldbedrag wordt overgemaakt naar een bepaalde rekening. Trap er niet in. Het CJIB doet niet aan e-mail. De politie hield donderdag 14 augustus rond 9:30 een 28-jarige man uit Helmond aan op het politiebureau aan de kasteel Traverse. De man wordt ervan verdacht geprobeerd te hebben in te breken bij een woning in Helmond op zondagavond 10 augustus. De auto van de man werd in de omgeving van de woning aangetroffen en is meegenomen naar het politiebureau. De verdachte zelf is ingesloten voor nader onderzoek. Met een verdrievoudiging van het aantal hotelkamers afgelopen jaar zitten de politieke partijen nu na te denken om de gemeentekas daar indirect mee bij te vullen. Hoe dan, zult u zich afvragen? Door de toeristenbelasting in te gaan voeren. Voor senioren 2013 lijkt het nu het goede moment te zijn. Het gaat om een bedrag van 75.000 euro dat in de gemeentekas kan komen door simpelweg deze belasting in te voeren. Helmond is trouwens de uitzondering op de regel in de regio. Andere gemeenten incasseren de toeristenbelasting al langer. De oorzaak dat het in Helmond nog niet is ingevoerd, heeft simpelweg te maken met de kosten die het met zich meebrengt. De kosten waren jaarlijks namelijk hoger dan de baten. Het moet nu rendabel zijn, omdat er nu in plaats van 88 maar liefst 262 hotelkamers in Helmond zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat woningbouwvereniging Volksbelang in Helmond niet genoeg heeft gedaan om een homoseksuele huurder die zich gediscrimineerd voelde te helpen. Volksbelang pakte de zaak aan alsof er sprake was van een gewone burenruzie in plaats van homohaat. Huurder van Gelderen, woonachtig in wooncomplex Zonnewende in Helmond, zegt dat hij door zijn buren is weggepest. Hij klaagde daarom over discriminatie bij Volksbelang. Hij en zijn vriend zouden ook door een buurman zijn aangevallen. Deze buurman werd op het matje geroepen, maar volgens het college liet Volksbelang het daarna afweten. De woningbouwvereniging onderzocht te weinig of er sprake was van homohaat en luisterde te veel naar de buren. Daarom is er volgens het college kans dat er sprake is geweest van discriminatie en daarmee heeft Volksbelang een verboden onderscheid gemaakt. Justitie en politie hebben de klachten van Vergelder over homohaat inmiddels onderzocht, maar er geen bewijs voor kunnen vinden. Op zaterdag 16 augustus is de opening geweest van de geheel vernieuwde sportaccommodatie van Rood-Wit, waar nu ook de kinderspeelhoeve gevestigd is. Nou, hier staat een hele trotse voorzitter met een accommodatie die volledig vernieuwd is. We hebben een kunstgrasveld gekregen, we hebben een speelveldje gecreëerd voor de kleine kinderen. We hebben een pannenkooi voor de wat oudere jeugd. De laatste is met name bedoeld voor de jeugd uit de wijk. Om ze toch proberen van het grote veld af te houden. Ja, waarom een kunstgrasveld? We hebben al jarenlang een probleem met onze accommodatie, met name de trainingsaccommodatie. En door het beschikbaar krijgen van een vijfde trainingsveld kunnen we wat meer doen voor onze jeugd. Daarmee ontlasten we ook de andere velden die dan ook weer wat beter kunnen herstellen. Wat verder vandaag ook voor ons belangrijk is, is de samenwerking met de kinderspeelhoeven die vandaag een opening hebben. We zijn hartstikke blij dat zij van onze ruimte gebruik gaan maken. En ik wens ze bij deze dan ook heel veel succes toe.
Ik ben van de kinderspeelhoeve. Wij hebben vandaag een hele mooie dag omdat wij onze speelhoeve openen mag. De wethouder die komt deze kant op om alles te openen. En omdat we heel erg blij zijn samen met Rood-Wit dit te kunnen realiseren, gaan wij vanaf heden de peuterspeelzaal, de voorschoolse en de BSO draaien op deze locatie. Op onze locatie kunnen de kinderen zijn wie ze willen zijn. Ze kunnen hier ook alles realiseren wat ze willen. Als ze willen gaan sporten, dan hebben we een hele mooie accommodatie. Maar als ze creatief bezig willen zijn, dan kan dat ook hier binnen in onze locatie. We halen de kinderen op van school en we doen eigenlijk alle dingen die bij de kinderen aansluiten. In Mierlohout is woensdagnacht 13 augustus ingebroken aan de Kaukasus. De daders hebben een raam opengebroken om zo toegang te verkrijgen tot de woning. Dit gebeurde tussen 12:15 en 6:30. Er was een hond aanwezig in de woning waar de inbrekers niet voor terugdeinsden. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de daders ook iets buit hebben gemaakt. Mocht u iets gehoord of gezien hebben, neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of via de anonieme lijn op 0800 7000. Bij een ernstig bedrijfongeval zijn woensdagmiddag bij Xycarb Ceramics in Helmond 2 mensen onwel geworden. Beide slachtoffers hebben een nog onbekende stof ingeademd, vermoedelijk koolstofmonoxide, toen ze in een silo bij het bedrijf aan de Zuiddijk met onderhoudswerkzaamheden bezig waren. De brandweer spreekt van een ernstige situatie. De medewerkers moesten allebei worden gereanimeerd. De brandweer, 2 traumahelikopters en 4 ambulances werden opgeroepen om hulp te verlenen. De slachtoffers zijn met spoed onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. De arbeidsinspectie is begonnen met een onderzoek bij het bedrijf, waar onderdelen voor de chip- en LED-industrie worden gemaakt. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft dinsdag 12 augustus 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist, tegen een 48-jarige man uit Helmond die zijn pleegdochter seksueel zou hebben misbruikt. Hij zou deze seksuele handelingen ook hebben gefilmd. Het OM legde de eis neer nadat de verdachte eerder in hoger beroep ging na een veroordeling van de rechtbank. Die veroordeling hield een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden in. De in februari opgelegde straf stond destijds gelijk aan de eis van de officier van justitie. Behalve van seksueel misbruik wordt de man verdacht van het maken van kinderporno. Bij de strafeis is rekening gehouden met de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd. Uitspraak van de rechter is op 26 augustus. Bij het Helmondse bedrijf Buvo Castings is bij 3 werknemers TBC vastgesteld. Ook is er een student aan de TU in Eindhoven die de besmettelijke ziekte heeft opgelopen. Bij het Helmondse bedrijf is nog een aantal personeelsleden nader onderzocht. Wanneer men besmet raakt met tuberculose duurt het 4 tot 6 maanden voordat de eerste ziekteverschijnselen zich openbaren. Maar met de huidige geneesmiddelen is het goed te behandelen. Slechts 10% van de volwassenen en ongeveer 50% van de kinderen die besmet raken krijgen uiteindelijk ook ziekteverschijnselen. Wereldwijd worden ongeveer 1,7 miljoen mensen jaarlijks besmet met TBC. Het duikteam van de brandweer moet weer terugkomen. Althans, dat vindt onder meer de Socialistische Partij in Helmond. De duikers van de brandweer in Brabant Zuidoost zijn wegbezuinigd. Bij een calamiteit wordt sinds 1 mei een beroep gedaan op het duikteam van Den Bosch. En dat kan niet, zegt de SP in Helmond. Zij en andere partijen zien graag het eigen duikteam terugkomen. Aanleiding voor de discussie in de politiek is het ongeluk in Hapert waarbij 2 mensen om het leven kwamen. Het duikteam had hier mogelijk levens kunnen redden. Helmond Sport heeft spits Jacques Tuyp aangetrokken. De 30-jarige voetballer wordt voor 1 seizoen gehuurd van de Hongaarse club Ferencváros. In 2 seizoenen bij die club kwam hij 7 wedstrijden in actie en maakte 1 doelpunt. Directeur Mario Kaptein is blij met de nieuwe aanwinst. Jacques was het type aanvaller dat nog ontbrak in de selectie, namelijk een aanspeelpunt dat het elftal makkelijker laat voetballen en zelf zijn doelpunten meepakt. In Nederland heeft Jacques zich al bewezen als doelpuntenmaker door onder andere 3 keer topscorer van de Jupiler League te worden, aldus kaptein. Tuyp zal zo spoedig mogelijk aansluiten bij de selectie van Helmond Sport. De geboren Volendammer kwam in zijn carrière ruim 10 seizoenen uit voor FC Volendam. Daar scoorde hij in 296 wedstrijden 159 doelpunten. Nou, we hebben 7 weken lang de kasteeltuinen gehad. Concerten. Nou valt het wel een beetje stil. Ja, dat valt inderdaad stil, ja. En wat gaat er nu gebeuren vanaf volgende week? Ja, dan gaan we in de gat vallen, ja. Dat wordt wel minder, ja. Wat zou jij nou willen zien? Voor de winter bijvoorbeeld? Heb je nog ideeën?
Nou, in ieder geval evenementen, hè, dat we toch iets dergelijks terug gaan krijgen. En eigenlijk een indoor iets, maar ja, we hebben geen grote ruimtes hier voor in Helmond. Op wintersport doen ze dat ook gewoon buiten, hè? Ja, daarom. Ja, dat kan ook, hè. Ja, kun je eigenlijk op kleden. Heb je nog leuke ideeën? Ja, de schaatsbaan, dat is veel gemeentes ook hebben, zeg maar. Een winterijsfestijn of iets dergelijks. Maar ook een après-ski party. Dat zijn allemaal leuke dingen, evenementen dat mensen bij elkaar brengt. In feite moet het weer en de temperatuur moet geen hindernis zijn voor mensen om bij elkaar te komen. Ja, dat is afkicken denk ik. Zeker wel. Heb jij nog ideeën? Wat zou Helmond nou zo naar de winter toe of in de winter kunnen doen? Misschien een leuke discoavond of zo. Ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Misschien meer overdekt dan toch? Nou ja, op wintersport doen ze het gewoon buiten. Ja. Ja. We hebben een mooi park erbij. Bij schaatsbaan weer terug. Waarom niet? Ja. Toch? Leuk idee, schaatsbaan weer terug. Schaatsbaan in het centrum. Chocomel. Schaatsen bij kinderen. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Een ijsbaan. Alleen de ijsbaan? Er gaan niet zoveel mensen naartoe alleen naar de ijsbaan. Ja, dat weet ik niet. Daar moet ik even over nadenken. Daar overval je me mee. Wat zou Helmond nou kunnen doen om het in de winter ook wat levendig te maken? Nog steeds die ijsbaan. Die missen wij heel erg. Inderdaad, de ijsbaan. Die missen we. Vooral voor de kinderen. Inderdaad, die moet terugkomen. Nou, dan gaan we die op het programma zetten gewoon, hè, de ijsbaan. Ja. Maar wat zouden ze nou nog meer kunnen doen? Nou, ik moet eerlijk zijn dat wij in Helmond wel heel veel hebben natuurlijk. Dus nou, die ijsbaan in de winter vind ik heel belangrijk. Ja, inderdaad, ja. Ik zou zo 1, 2, 3 niet weten, sorry. Nee. En wat hebben we in de winter? Sinterklaas. Gaan we er ook zo uit ons plaat? Als intocht Sinterklaas, gaan we dan ook zo helemaal uit ons plaat? Ik wel, met mijn kindjes. Ja, geweldig toch? Ja. Wat zou Helmond nou in de winter nog kunnen doen? Sowieso een schaatsbaan. Met artiesten op het ijs. Blue Wandje. Hier, op de baan. Gewoon doorgaan. Ja. Na het laatste kasteeltuinconcert vallen we natuurlijk met z'n allen in een enorm zwart gat. In een heel zwart gat, echt wel. In de winter een mooi winterfestival met een schaatsbaan. Dancing on ice. Daar zit ik aan te rekenen met veel muziek. Lekkere muziek, feestje vieren, net als nu. En waar zou dat moeten? Want we hebben bij het Obergasterrein ook een mooi park erbij gekregen dadelijk. Ja, ja, Obergaspark of ik blijf toch het kasteeltuin. Blijf ik een fantastische locatie vinden. Super. Wat hebben we in de winter? Helemaal niks. Helemaal nee, weinig. Wat zouden we nou in Helmond kunnen doen? Wat ze altijd zou willen doen? Nee. Een ijsbaan rond het kasteel? Wel? Ja? Heb ik nou het goede antwoord? Ja, er is geen goed en fout. Hè? Je mag alles verzinnen. Ik denk toch dat de ijsbaan terug moet komen. Hetzelfde eigenlijk een beetje als in Maastricht. Moet je uitleggen hoe het in Maastricht eruit ziet? In Maastricht heb je een heel groot... Er is van alles te doen daarbij. Een groot reuzenrad is alles. Ik denk dat dat iets voor Helmond is. Ja. Hoop ik. En waar zou die dan moeten komen? Op de markt. We kunnen toch ook naar Helmond Sport? Ja, dat is ook nog een idee. Ja. Maar ja, dat wordt niet zo gefeest, hè? Nee, dat niet. De winter hebben we niks. Dan hebben we de ijsbaan bij Kuipers. Ja. Maar dat is wel heel sumier. Ja, maar goed, het is niet anders. Hè? En het kasteel van Sinterklaas. Ja. Wat zouden we nou nog kunnen doen om heel Helmond weer uit te laten lopen in de winter? Zouden we daar nou nog iets voor kunnen verzinnen? We hebben een nieuw park bij het Obergasterrein. Nou, misschien moeten we iets van een soort wintermuziekconcerten gaan houden op bij het havenplein daar. Ja. Leuk. Gaat u dat bespreken? Ik wil er best over mee nadenken, ja. En laat de Helmonders maar zelf ook mee met suggesties komen. We hebben er nu al heel veel opgenomen, dus moet u zeker kijken. Dan weten we waar de Helmonders behoefte aan hebben. Ja, want het nieuwe college wil ook meedenken. Voor noemen ze dat weer, meepraten. Dus laat ze maar komen. Ja. Ik doe graag mee. Weet het niet? Oké. Okay. Jo, hoi. En wat gaan we in de winter doen? Ja, dan moeten we weer goed gaan nadenken over de kasteeltuinen voor volgend jaar. Want zo'n festival verdient toch echt wel weer een opvolger. Ja. Maar heel veel mensen zeggen nu, ja, na volgende week val ik in een zwart gat.
We hebben ook een wintertuin misschien wel. Of we hebben een mooi obergasterrein waar iets leuks zou kunnen. Ja, er zijn ook weer verschillende mensen aan het nadenken over wat er kan komen. Maar we hebben natuurlijk ook nog steeds fantastische horeca hier in Helmond waar je ook leuk een avond uit kan gaan. Het zal even wennen zijn, even een tandje terug. Maar mensen moeten ook weer gaan werken. Dus voor sommige mensen zal het ook wel weer fijn zijn om even weer in een normaal ritme te komen. Maar ik ga het ook missen. Ja. Zondag 10 augustus was er een historische markt in de kasteeltuin in Helmond. Oude spullen van vroeger waren op 250 kramen uitgestald. Leuke dingen, gekke dingen, kostbare dingen en handige dingen. Voor de heb of zomaar. Het was er allemaal te zien en te koop. De markt werd geteisterd door een aantal regenbuien, maar dat mocht de pret niet drukken. En op zo'n markt kon je altijd wel verzamelaars tegen. Zomaar eens een keer kijken wat er te koop is en je weet nooit of er iets bijzonders bij zit. En ik heb wat gekocht, wat boeken van Toon Kortooms. Ja, dat lijkt me wel mooi. Ik ben niet zo'n lezer, maar ja, je moet er ergens mee beginnen. Hè. En vanuit de streek en zo, dat vind ik wel mooi. En het is leuk om daar zo een keer over in te wandelen en wat mensen kijken en zo. Ja, ik verzamel voornamelijk eind jaren 60, 70 pop-rock muziek. En daar is nu bij mij thuis een collectie van ongeveer 250 stuks van alleen maar platen die ik heel graag wil. Dus ja. Ik probeer zo in het weekend toch wel de lokale markten op te zoeken. Maar het is niet altijd raak, maar toch wel regelmatig. Ja. Ik heb nu twee hele mooie platen gevonden. Ik heb nu een plaat gevonden, die was bijna voor mijn neus verkocht, van Fleetwood Mac. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than a diamond mine could do and add something new. Like wear a cologne that says you are the man I'm gonna own and whispers, baby, will you take me home? Ba 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 boo. I drop a hint and then my keys and then I'll cast a net to catch someone who's in for such a night. Hij verzamelt boeken en voornamelijk stripverhalen. Suske en Wiskus doet hij al een paar jaar. En dat is natuurlijk best wel duur, dus we gaan rommelmarkten af. Hè. En daar zijn ze meestal goedkoper en dan kijkt hij of hij ze heeft, ja of nee. Ik heb dat zelf ook een tijdje geprobeerd, maar hij heeft nou zoveel dat ik zie niet meer of hij ze nou of hij ze al heeft, ja of nee. Dat ik durf ze niet meer mee naar huis te nemen. En dan na hoeveel jaar? 22 gaan we dan trouwen, hè? Ja. En ja, dus we hadden dubbele spullen. En dat dubbele spullen, ja, dan moet er één toch wel opruimen. En zo doen de, staan we dan hier. En iedereen, groetjes uit Helmond. En tot ziens. Ziens. Tot volgend jaar. Doei. Doei. Voor het eerst werd dit jaar rond Geeseldonk in Mierlohout een braderie en rommelmarkt gehouden. Ter behoeve van de kindervakantieweek waar jaarlijks ongeveer 200 kinderen aan deelnemen. De markt was ruim van opzet en de organisatie was zeer tevreden over de opkomst. De organisatie probeert ieder jaar weer nieuwe activiteiten uit om kinderen en ouders iets leuks voor te schotelen. De braderie is volgens de organisatie zeker voor herhaling vatbaar. We zijn hier op de locatie rondom wijkhuis De Geeseldonk te Mierlohout, de gemeente Helmond. Bij de midzomeravond braderie van de werkgroep Jeugd te Mierlohout. Deze braderie die organiseren wij voor het genereren van geld voor kinderen. Dus voor volgend jaar wederom een fantastische week te bezorgen. Voor de eerste keer als opzet, want we wouden toch iets anders gaan doen. En in onze ogen is deze avond gewoon zeer geslaagd. En wij willen volgend jaar wederom
toch weer iets gaan organiseren. En dan het toch weer de lat voor ons toch weer wat hoger gaan leggen. Wij als organisatie de hele dag in de weer geweest met het opbouwen van de markt. Ik samen met mijn mede-marktorganisator Jan-Pieter Sanders. Die ik eigenlijk alle lof wil toestoppen eigenlijk. Want die heeft toch heel veel werk verricht. Wat hebben we deze week gedaan? Maandag hebben wij spellen rondom de wijk gehad. Cluedo hebben wij gedaan. Kinderen moesten dus vragen oplossen rondom de wijk hier. Vandaag zijn de allerkleinste naar de Brandhoortse Hoeve geweest. Die hebben daar ook spelletjes gedaan. De grotere die hebben afgelopen nacht overnacht in de school. Dat was een hele happening, hè, want het is toch slapen op school is natuurlijk toch iets aparts. Ook voor mij, omdat ik ben daar werkzaam als conciërge, dus ja, wie gaat er slapen op zijn werk? De kinderen vonden het fantastisch. S'nachts was er nog een avond, of s'avonds was er een avondspel. Alleen daarna was het dan nog een broodje worst eten en dan was het toch tijd om naar bed te gaan. Dat was rond 10:15. Maar ja, het is voor de kinderen vreemd, dus slapen daar kwam eigenlijk heel weinig van. Kinderen die hadden toch wel het praten vonden ze leuk en dat mogen ook allemaal. Hè. Ik bedoel, het is maar één keer per jaar kindervakantieweek. Hè. Het was gewoon heel leuk. De laatste ging eigenlijk pas slapen, schrik niet, rond 5:30. Waardoor wij als begeleiding dus ook maar een hele korte nachtrust hebben gehad. Als je een beetje snel de ene voet voor de andere voet zet en je gaat wat harder vooruit, dan noem je dit hardlopen. Simpel zou je zeggen, niet dus. Op zaterdag 6 september start een 7 weken durende cursus waar je je conditie leert opbouwen van 1 naar 20 minuten hardlopen. Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes wachten je elke zaterdag op voor een energieke training in het park, het bos of op de atletiekbaan. Opgeven voor starteren kan ook bij de Helmondse Atletiekclub. We staan hier op de trainingslocaties van deze zaterdag van HAK. De recreanten gaan hier zo meteen een training uitvoeren. En dat zijn veel lopers die begonnen zijn een keer als starterrunner. 2 keer in het jaar wordt het door de Atletiek Unie georganiseerd en door HAK uitgevoerd. Waarbij mensen die toch interesse hebben om eens te gaan hardlopen in 6 of 7 weken naar een afstand van 3 kilometer of 20 minuten leren om te hardlopen. Hoe ziet er zo'n cursus uit? Zo'n cursus bestaat uit een stukje theorie, een kerngedeelte, dus het hardlopen zelf. Tijdens de theorie wordt er uitgebreid ingegaan op blessures, het voorkomen van blessures dan met name. Hoe je een training opbouwt, je huiswerktraining enzovoort. Ook over schoenen, kleding. De veiligheid tijdens het hardlopen, met name in de bossen, maar ook op de weg waar gelopen wordt. En de uithoudingsvermogen wordt getraind hier in de bossen of op de baan bij HAK. Dat wordt heel rustig opgebouwd met 1 minuutje en dan weer even wandelen, nog eens een minuutje. Iedereen kan hieraan meedoen. Het is voor iedereen op zijn eigen niveau wordt er gelopen. Dus met name voor mensen die echt nog nooit met hardlopen ervaring hebben gehad en toch heel graag dit willen proberen om of hun gezondheid te verbeteren of om af te vallen of gewoon om eens te kijken waar ligt mijn grenzen in het hardlopen, zijn van harte welkom op deze cursus. We starten weer op 6 september aanstaande en 27 augustus woensdagavond om 8:30 is er bij HAK een informatieavond over startrun. Ik heb de wandelschoenen aan, want de uittip van deze week is de kunstroute Helmond. Ik neem u mee langs verschillende beelden in en rondom het centrum. Gaat u mee? Kunstroute Helmond, wat voor route is dat? Dat is een beeldenroute door het centrum van Helmond, de kasteeltuin en het gemeentemuseum. Er staan iets meer dan 65 beelden en een open galerie van foto's. En mensen kunnen die lopen met een plattegrondje dat ze bij ons kunnen halen en een heel mooi boekje met foto's erin. Is dat gratis? Het boekje is gratis, ja. Dat kunnen ze hier afkomen halen. Ja. En de route gaat zeg maar door Helmond. Hoe lang is het ongeveer wandelen? Het is 1 à 1,5 uur wandelen. Ligt natuurlijk aan hoe lang je stil blijft staan bij de beelden en hoe snel je loopt. Het begint op de markt bij het beeld Eclipse en het eindigt daar ook weer.
Waar kunnen de mensen eventueel een boekje halen? Dat kunnen ze bij de VVV halen. Die zit in het gebouw van de bibliotheek in Helmond. En ze kunnen het downloaden op www.helmond.nl/kunstroute. Dit is Anna Claire, een bronzen beeld van Tineke Bot. Het is een dromerige vrouw die haar armen om zich heen heeft geslagen. Ziet u wat het is? Ik zal het u zeggen, een silhouet van een gezicht. Als u in het Ketsengengske loopt, vergeet dan niet omhoog te kijken. Dit is een beeld van Peter Erftemeijer, een vrouw op stoel. Het beeld is niet geheel de werkelijkheid, want de details zijn weggelaten. Dit is de Icarus, een roestvrij staalbeeld. Maar er zit een leuk verhaal aan vast en dat lees ik toch even voor. Vader en zoon proberen van een eiland te ontsnappen met behulp van zelfgemaakte vleugels. Maar de enthousiaste Icarus vliegt te hoog naar de zon en de was waarmee zijn vleugels aan zijn lichaam bevestigd zitten, smelt, waardoor hij in zee stort. Leuk verhaal. Hier staat de Pas du Deux van Etienne de Smet. Het beeld moet emoties oproepen als sensualiteit, lust en verlangen. Heb je nog iets te liegen, Louis? Anders moet je even op deze bank komen zitten, want dit wordt ook wel de liegbank genoemd. Oude delen van het kasteel, van het bordes, zijn hierin verwerkt. In een aantal steegjes hier in het centrum van Helmond, zoals hier in de Kampstraat, worden diverse inwoners uit Helmond uit het heden en verleden onder de aandacht gebracht. De mens. Hij loopt zichzelf voorbij, naar vroeger of naar later. Op zoek naar het eeuwige Pantarij, onderweg naar water. Tussen alle bronzen beelden bevindt hier een houten sculptuur, gemaakt door Gerard Engels. En het heet De Speelman. We zijn hier in de Lambertushof en hier ziet u hem al staan, de heilige Lambertus. Normaal gesproken heeft hij in zijn rechterhand nog een lans. Maar omdat hij steeds afbreekt, wordt hij hier bewaard in een van de huizen. De route zit erop. Ik hoop dat u een beetje een indruk heeft gekregen van al het moois hier in het centrum van Helmond. Op naar de koffie nu. Op woensdag 20 augustus vindt van 10 tot 12 uur de beeldenroute door de binnenstad van Helmond plaats. Op de route staat een grote hoeveelheid beeldhouwwerken. Met het routeboekje dat gratis te verkrijgen is bij het VVV-kantoor in Helmond, mist u niks van de route. Verzamelen is om 10 uur op de markt in Helmond bij de bronzen beeld Ellips van Jan van Schoor. De wandeling is gratis en voor iedereen toegankelijk en duurt tot ongeveer 12 uur. Woensdag 20 augustus kunt u van 2 tot 4 uur in Asten deelnemen aan Midget Golf op zijn boerenfluitjes. Met boerenwerktuigen als obstakel in een doolhofachtig parcours. Deelname kost €6,50 per persoon en kinderen tot 10 jaar betalen €4.
Woensdag 20 augustus is er muziek en gezelligheid op de markt in Deurne met een optreden van de band Kees. Kees kan extra spetterend uitpakken. Trompet, trombone en twee saxofoons versterken de funky soulbeat van een set dance classics. Stilstaan is onmogelijk en het plezier op de bühne is ook een lust voor het oog. Het zomerfestival in Deurne start om 8 uur. Speeltuin Leonardus organiseert op zondag 24 augustus een grote zomermarkt. Als u toevallig naar iets op zoek bent, ga er dan eens langs. Wie weet vindt u er bij de kleine en grote handelaars nog iets. De zomermarkt start om 11 uur en duurt tot 4 uur. De muziek tijdens de zomermarkt wordt verzorgd door de TR Country Band. Entree voor 2 tot en met 12 jaar is 50 cent en vanaf 13 jaar 1 euro. Van zaterdag 23 augustus tot en met maandag 25 augustus is het kermis in Asten-Ommel. En kunt u genieten van onder andere een klein reuzenrad en de Calypso. Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus presenteren 14 kunstenaars zich in 5 huizen. In mei besloot de Open Atelierroute in Helmond het routegedeelte van het evenement te schrappen en zich op 1 locatie, de Oude Biep, op de markt te presenteren. Het leverde meteen een tegenreactie op bij kunstenaars in de wijk Warande. Zij zien de bezoekjes in hun eigen achtertuin als een informele manier om kunst te laten zien. Daarom komen zij toch met een kunstroute. Om bezoekers niet kriskras door Helmond te laten fietsen, is de route beperkt gehouden tot de eigen wijk. 14 kunstenaars presenteren hun werk in en rond 5 verschillende huizen. Bezoekers kunnen er beide dagen tussen 12 en 5 uur terecht. De markt in Deurne wordt het laatste weekend van augustus omgebouwd tot openluchtbioscoop, waar je onder het genot van een drankje gratis films kunt kijken. Voor het programma en meer informatie kunt u kijken op www.nachtvanhetwittedoek.nl. Elke week in de zomer gaat een van onze medewerkers diverse klusjes uitvoeren die op en rondom het concertterrein te doen zijn. Vandaag gaan we de faciliteiten opbouwen die nodig zijn rondom het terrein. Vandaag mag ik meelopen met de vrijwilligers bij de Kasteeltuinconcerten. Onder andere met Fred en met Peter. Zij doen eigenlijk van alles, dat gaan we zo zien. Fred, wat doen jullie nou eigenlijk allemaal? Ja, eigenlijk van alles. We beginnen met dranghekken te sjouwen, lintjes te spannen. Wij spannen een touwtje dat alles in de rechte lijn komt staan. En verder doen we hand- en spandiensten. Zoals vloeren leggen, tenten zetten. We doen eigenlijk van alles. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song looking at you, oh, oh, yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. Peter, jij bent ook een van de vrijwilligers hier bij de Kasteeltuinconcerten. Hoe ziet zo'n dag er ongeveer uit? We beginnen 's morgens om 7:30. Dan is het het lijntje spannen. Daarna komt de podiumwagen. Die helpen we mee op de plaats te zetten. Dan is het boodschappen doen voor de band. En dan is het dranghekken plaatsen. Alles in orde maken. Backstage alles in orde maken. En zo komen we de dag door en s'avonds alles weer op zijn plaats terugzetten. Hoe lang doe je dit werk al? Nu? Ik doe dit denk ik bijna 10 jaar. Is er nou veel veranderd? Ja, heel veel. Vroeger moesten we zuilen opblazen en spandoeken tussen maken. En dat hoeft allemaal niet meer. Dat staat allemaal hierop. Dus dat hoeft niet meer. Het is een beetje lichter geworden. En eerder een huis natuurlijk. Hè? Ja, maar hoe laat ben je nou ongeveer thuis vanavond? Vanavond, ik denk een uur of 2. Want jullie ruimen ook nog alles op? We ruimen ook onze spullen allemaal op.
Ja. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Wat is uw taak vanavond? Wij zorgen voor de telling vanavond van de mensen. Dat we weten hoeveel mensen er binnenkomen en dat gebeurt op 3 verschillende plaatsen. Nu valt het een beetje tegen, want het is vrij druk, maar met regenachtig daar wil het wel. Maar het is een vrij leuke baan. We blijven lachen, we zien allerlei figuren binnenkomen. Ja, dat is voor ons gewoon enige lol, dat we blijven lachen. Dus. En we moeten blijven lachen met regen ook. Gewoon blijven lullen en dan komt alles goed. Ja, want ik hoor nu ook nog steeds geklik. U telt gewoon rustig even verder? Ik moet even doortellen, kijk hoe is het met mijn baas. Dus we moeten weten hoeveel mensen hier komen. Maar dan gaat het één ruk door. Maar wat maakt het nou zo leuk? Ja, de entourage helemaal. Het is heel gezellig. We hebben een heel gezellige club. De mensen die zijn gezellig. Iedereen loopt te lachen. We hebben vorige week ontzettend slecht weer gehad. Liepen ze nog in de Polonaise hier. Dus het is gigantisch mooi. Burgemeester Blanksma, een surprise visit? Nee, natuurlijk ben ik aanwezig bij in de laatste kasteeltuinconcerten van dit seizoen. En het is, ik heb echt veel zin in om dit met elkaar te doen. Ja, het is nu droog, dus het gaat een feestje worden vanavond. Ja, ik heb gezorgd dat het droog zou zijn hoor. Dus dat gaat echt een feestje worden. We gaan er echt van genieten. Het is het 107e concert wat wij hier in deze kasteeltuin hebben. En dat is natuurlijk prachtig om dat samen te vieren met al die Helmonders. En wat vond u nou het leukste concert? Het ABBA-concert was natuurlijk super. Hè? Dat is mooi om dat te zien. En ik denk als we kijken hoeveel mensen genoten hebben van deze concerten. Dat zijn meer dan 40.000 mensen hebben deze 7 weken hier in deze tuin mogen genieten. Dan is dat prachtig om dat te mogen beleven met elkaar. En het is natuurlijk iets voor de toekomst denk ik. Hè? Blijft wel. Nou, het is 14 jaar dat we het al doen, hè? Dus er is geen enkel signaal dat we het niet zouden blijven doen. En nogmaals, als er zoveel Helmonders hiervan genieten, dan vraagt het om meer. Dan staat hier een trotse burgemeester. Er staat een ontzettend trotse burgemeester dat wij in de stad zo feest kunnen vieren en zo van elkaar kunnen genieten. Dat is echt om trots op te zijn. Steven van de band Beethoven Rocks. Yes.
het laatste kasteelconcert van dit seizoen. Dat moet jullie een heel mooi gevoel geven. Ontzettend zelfs. Wij zijn ook zeer vereerd dat we hier mogen staan. We hebben er ontzettend veel over gehoord en we zijn blij dat wij het af mogen sluiten. Op de bijzondere locatie en een bijzonder mooie dag wordt het. Dus. En het ziet eruit dat het droog blijft, dus het gaat helemaal goed komen. Maar ze hebben een mooie tent neergezet. Ja, echt gek. Ik vind het ook heel goed dat ze dat gedaan hebben. Omdat ik gehoord heb dat ze de vorige week, volgens mij, is het een klein beetje verregend. Dus ik vind het wel te gek dat de organisatie alles eraan doet om het feest te laten slagen. Ja, het is niet alleen de muziek wat jullie zo speciaal maakt. Jullie maken er ook een heel audiovisueel spektakel van. Ja, wij hebben een LED-wall. We kunnen alleen niet alles opbouwen hier omdat we met de hoogte zitten. Maar we hebben ook visuals en dat is al een tijdje. Maar we hebben ook op maat gemaakt video's door middel van greenscreen, teksten die meelopen precies op de maat. Zodat iedereen een hele goede beleving krijgt tussen het visuele aspect en het audio aspect. Zeg maar. Take your time and dance with me.
Dit was onze laatste uitzending van Door de Zomer Heen vanuit de Kasteeltuin in Helmond. Volgende week kunt u kijken naar het beste van Door de Zomer Heen.